ik ben Charlotte en ik ga wat vertellen over de Yep Trailer Solo. Deze is te krijgen in twee kleuren, blauw en oranje, en geschikt voor kinderen tot 4 jaar. Ik zelf gebruik hem graag om naar het bos te gaan, naar het zwembad te fietsen of bijvoorbeeld naar de stad. Normaal gesproken zou ik dit niet zo snel doen op de fiets, omdat ik dan de buggy niet mee kan nemen en sowieso weinig spullen mee kan krijgen. Maar met deze fietscar is dat geen probleem, want ik zet er een wieltje onder en ik rijd daar gewoon verder met de fietscar als een buggy. Daarnaast kan ik alle spullen die ik daar gekocht heb achter in de opbergruimte doen, want die is super groot, dus daar kan ik echt heel veel in kwijt. Verder vind ik het fietsen met deze fietscar ook een stuk prettiger. Als ik mijn zoontje in een fietszitje heb, dan trapt het gewoon een stuk zwaarder. En met deze fietscar voel je totaal niet dat hij achter je aanhangt. En is die daarnaast ook in de bochten super soepel. Ja, daarin merk je ook niet dat er nog iets achteraan hangt. Hij ligt ook gewoon lekker stevig op de weg, dus hij stuit het niet achter je aan. En wat ook fijn is voor mijn zoontje, dat er insectenhoor voor zit en een regenzeil. Dus mocht het regenen of wat dan ook, hij zit altijd daar beschermd. Mijn zoontje zelf is ook redelijk bewegelijk, dus die wil lastig stil blijven zitten. Maar in deze fietskar zitten wel hele fijne riempjes, een driepuntsgordel en nog een extra veiligheidsriem. Waarmee die gewoon vast blijft zitten en de rust bewaart voor zichzelf. Ik zelf vind de sluitingen wat stroef en moeizaam gaan. Maar eigenlijk is dat ook niet zo erg, want dat betekent alleen maar dat het goed vast zit. En daar gaat het uiteindelijk om. Dit was mijn review. Bedankt voor het kijken.